Vandaag staan wij aan de Sint-Waldetrudiskerk van Herentalf. Een pareltje in gotische stijl. Vooral bekend omdat dat een van de weinige Kempische kerken is waar er waterspuwers te zien zijn. En die gaan we zo meteen nog in close-up bekijken. Gaan we hier een kijkje nemen naar een 13e eeuw doopvont, afkomstig uit Doorn. Dit is het dan, met het koperen deksel. En om in het thema te blijven van het dopen, hier zien we het doopsel van Christus. En hier, nogmaals, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Dit dateert uit de 19e eeuw. Thank you.
Dit schilderij is het laatste avondmaal van Maarten de Vos. En ook hier is het een en ander te zien. Hier zien we een beeld van Christus op de koude steen. 16e eeuw. Kelken, monstranen, ciborium, schalen. Van zilver en goud. Welke is de koude steen? Thank you.
De boom van Herentals. Net zoals bij zoveel kerken is ook de Waldetrudiskerk enkele keren herbouwd. En hier ziet u nog waar ooit het dak stond. En de ramen. Van deze beuk in ieder geval. Dit 16e eeuwse retabel van Sint Crispin en Sint Crispiniaan getuigt nog van echt vakwerk. Het werd vervaardigd door een Brusselse beeldsnijder in opdracht van de Herentalse ambachten van huidenvetters en schoenmakers. Voilà, dat was het dan. De Waldetrudiskerk. Echt een topper, zeker doen.